Anita Pijpink. Voor de Lucia Menig. Anita Pijpink. Johan Alberts. Lucia Menig. Lucia is ook lid van het collectief sinds kort. Waar wij heel blij mee zijn. En nou, zoals jullie weten hebben we vorig jaar hier beneden het Souterrain een maaltijd gehad met 120 mensen ongeveer. 60 witte, 60 zwarte mensen die met elkaar in gesprek gingen. En de bedoeling was dat we dat ook dit jaar weer zouden gaan doen, maar we zijn ingehaald door corona. Dus we hebben een alternatief bedacht. En toen we dat aan het bedenken waren, toen wisten we niet dat het eigenlijk het onderwerp discriminatie en uitsluiting al zo op tafel zou liggen. Ik was afgelopen oktober met het provinciebestuur in Washington. We hadden een reis in Amerika. We zijn in Michigan begonnen en in New York geëindigd voor de uitreiking van de Four Freedom Awards. Maar we hebben ook Washington aangedaan. En daar hebben we het Nationaal Museum voor Afrikaanse, Amerikaanse cultuur en geschiedenis bezocht. Misschien ken je het wel. Het is een behoorlijk instituut. En de oprichter, de founding father daarvan, kreeg de dag erna een laureaat. Een award. Ronnie Bunch. En dat hele museum staat in het teken van de geschiedenis en de rijke cultuur van de Afro-Amerikaanse mensen. Die ons door het museum binnenleiden. Een hele krachtige Afro-Amerikaanse vrouw. En die eigenlijk ons heel krachtig door die geschiedenis heen loodst. Nou ben ik docent geschiedenis en dan denk je van nou, je kent de verhalen, je weet hè, de slavernij, ik probeerde mijn leerlingen dat ook altijd bij te brengen. Maar toen ik daar liep, en juist omdat zij dat zo krachtig deed, ik denk dat het de eerste keer was dat ik mij schaamde voor mijn huidskleur. Wat mijn voorvaderen daarin hebben gedaan, richting mensen die uit het slaven hebben gemaakt en vervolgens wat dat betekent heeft. Tot op de dag van vandaag kijk ik inderdaad naar de beweging die nu gaande is. En in dat museum begon het met de start van de slavernij, zou je kunnen zeggen. En het eindigde met de rijke cultuur die de Afro-Amerikanen in Amerika hebben gebracht. En de manier waarop zij heel krachtig verzet hebben gepleegd tegen de tweedeling in de samenleving. Dat was de start van ons gezin. En mijn moeder was het enige kind van ouders die ook enige kinderen waren. Dus wat wilde ze graag? Een groot gezin. En dat lukte ook 5 kinderen. Mijn vader bleef bij het korps. En wij zijn heel vaak verhuisd. Binnen en buitenland. Dus jij begrijpt wel dat gedoe van komen. Dat begrijp ik niet. Ik ben zeker wel 6 keer verhuisd. Dus. Op Siers Archief ligt een stukje UNESCO Werelderfgoed. Dat zijn de brieven, de MCC-brieven en het geheel scheepsjournaal. En dat hebben ze heel mooi vertaald in naar een hedendaagse klok. Dus dat is niet wat er gebeurt op zo'n schip. En dat zijn hele confronterende dingen die ook gebeuren. Ik wil graag deze tas uitpakken. Ik weet het niet.